Eén goedemiddag. Eén goedemiddag. Welkom in Limburg. Je werd op een dag werd je wakker en je dacht, ik ga meedoen aan de Mr. Gay verkiezing. Waarom? Waarom? Nou, een vriend van mij heeft vorig jaar meegedaan. Welke vriend? Toby. Ja, die heeft mij een beetje verteld hoe het in zijn werk ging. En dat leek mij wel leuk, dus ik dacht, waarom niet? Behalve de Mr. Gay verkiezing, wat doe jij nog meer? Ik werk bij een notariskantoor. Ik tennis, ik snowboard. We zitten hier in jouw slaapkamertje bij je vader. Wat is er misgegaan na je studententijd? Nou, er is nog eigenlijk niks misgegaan. Ik heb gestudeerd in Heerlen. En dat is niet echt een stad voor op kamers te gaan zitten. En wat vindt jouw vader ervan dat jij meedoet met de Mr. Gay verkiezing? Ik vind het wel een leuke ervaring voor hem, ja. Ik denk dat het als kind er al in zat. Dat is ook gebleken. Hij deed vaker mee met, hoe noemen ze dat ook alweer? Playback shows en dergelijke. En deed die Kate Bush en dergelijke deed hij na. En hij had een lange witte jurk had hij aan. En dan deed hij, hoe heet de plaat ook alweer? Wuthering Heights. Hij staat open voor iedereen. Hij is eerlijk. En hij kan goed met iedereen opschieten. Hij is goed geleden overal bij de mensen. Dus.